Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe Party Gamers Live hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. We zijn vandaag aangebroken bij aflevering 25 en ik dacht aflevering 25 dat is ongeveer 1/4 van de 100. En ik ga gewoon een speciale aflevering voor jullie doen. We gaan 4 gungame potjes achter elkaar opnemen en achter elkaar spelen. En die doe ik dus met de facecam erbij, want het vorige deel die had ook de 1000 likes behaald. En jullie supporten me echt gewoon enorm op dit moment. Ik zat net even op mijn YouTube kanaal te kijken via mijn mobiel en ik zag gewoon op de vorige video 1000 likes. Dus de video daarvoor 1750 likes, die video daarvoor 1250 likes. Het gaat gewoon echt niet meer normaal rap met al die duimpjes omhoog die ik deed dat van jullie krijg. Dus sowieso gewoon bedankt voor jullie support jongens. Maar we doen vandaag dus eventjes snel een speciale aflevering van de Party Gamers Live. Ik heb een facecam bij gedaan omdat dus de vorige aflevering de 1000 likes had behaald. Misschien kunnen we dat op deze aflevering weer halen. Maar we gaan gewoon 4 gungame potjes achter elkaar spelen. Ik ga ze alle 4 achter elkaar opnemen. Dus mochten we nou een keertje verliezen, nou dan verliezen we zowat. En mochten we nou gewoon ze alle 4 winnen, dan is dat geluk. Want ik win natuurlijk ook gewoon niet alles wat ik speel. Maar we zullen het vanzelf gaan zien of we het winnen of dat we het verliezen. Misschien kom ik nog wat leuke fans tegen of zo in dit gun game. En die fan die had echt gelukt. Ik dacht, ik kan wel door die gele container heen knallen. Maar nee hoor, daar kan je niet doorheen knallen. Maar dat maakt verder ook niet uit dat ik daarmee dood ga. Het game lekt wel echt enorm hard alweer. Ik heb gewoon een 3-bar en die host die heeft een 4-bar. Ik hoop dat er zo meteen een host migration inkomt. Want dan word ik natuurlijk host. Want dit game dat lekt wel erg hard. Maar dat maakt verder niet uit. Ik moet ze allemaal achter elkaar opnemen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ik ga niet stoppen of zo. Ik blijf gewoon achter elkaar opnemen. Mocht het nou eruit vliegen of zo, dan tellen we gewoon niet mee. En dan gaan we natuurlijk gewoon een ander potje spelen. Deze vent die ligt hier lekker op de grond. Hey, dikke killstealer. Nee. Dat ga je mooi niet doen. Eerst killstealen en dan wil je hem ook nog killen, hè. Lul. Mooi niet, jongen. Dat vind ik nou niet leuk dat je dat doet. Deze vent die komt waarschijnlijk hierdoor lopen. Ja hoor, en shit, hij heeft hem ook nog. Maakt niet zoveel uit. Het is natuurlijk mijn inkompotje. En het inkompotje ga je nooit zo lekker. Ik moet die vent wel eventjes muten. Want die heeft echt gewoon een rotmicrofoon, jongen. Het enige wat ik hoor is de gekraak, man. Daar heb je toch helemaal niks aan. Dan kan je beter je microfoon uitzetten in plaats van aan, hè. Want anders moet iedereen de moeite doen om je te muten. Misschien is het wel een handige tactiek van hem. Dat er nu gewoon iedereen hem gaat muten. Gaan ze natuurlijk een beetje AFK staan in de map om die vent te muten. En dan killt hij ze gewoon terwijl hij ze aan het mute is. Dat vind ik best wel een handige tactiek van die vent. Misschien ga ik het wel een keertje overnemen. Dan ga ik gewoon muziekkaart opzetten. Headset keihard. Zet ik mijn microfoon in. En op het moment dat ze aan het muten zijn, dan ga ik gewoon ze killen. Ik vind het best wel een handige tactiek. Maar niet doen hoor, jongens. Want het is echt zwaar irritant als zo iemand een microfoon hebt aanstaan die echt gewoon keiharde achtergrondmuziek aan hebt staan. Of die keiharde ruis hebt of zo. Daar heb je helemaal niks aan. Kan je beter gewoon je microfoon uitzetten. Maar anyway, we zijn alweer bij de SVU. En die vent die hebben een executioner. Hoe kan je nu pas bij de executioner zijn? Dat game is al een half uur bezig. Sommige mensen die gaan echt eens gewoon te sloom in gun game. Of hij is natuurlijk in dit potje gekomen terwijl ik al bij de SVU was. En dan is hij net begonnen. En dan gaat hij me misschien nog wel inhalen. Als het goed is, spant er zo meteen in mijn rug. Maar naast me staan ze ook. Shit, sorry. Die SVU die sloomt. Die zoomt sloom in. Die sloomt zoom in. Wat de, ik hou echt zoveel woorden door elkaar op de laatste tijd. Het is gewoon niet meer leuk. Maar deze vent die spant hier. Mooie span, man. Recht in mijn richtpunt. Daar heb je vast wel heel veel aan. Deze vent die komt via onder of boven. Via boven. Kut, scheef. Lekker recht, Jan. Ik kan natuurlijk niet zo goed snipen. Ik heb ook geen perks of zo aanstaan. Ik vind wel dat ze dat eigenlijk in gun game of sharpshooter moeten maken. Dat je gewoon bijvoorbeeld alleen maar toughness hebt. Of dat je alleen maar weet ik veel. Dat je bijvoorbeeld alleen maar Ghost hebt of zo. Ghost kan je nou niet aannemen, want die UAV is toch non-stop. Maar dat je gewoon één perk hebt. Bijvoorbeeld Dexter, dat je snel op dingen heen kan klimmen. Want soms in raid, dan moet je door het raampje heen klimmen. En dan denk je van, dit gaat veel te slow in die gun game. En dan denk je van, als ik nou gewoon naar Dexter die had, dan ging het echt 20 keer sneller. En shit, ik blaas die auto op. En ik moest die auto niet opblazen. Ik moest die vent opblazen, zodat ik gewoon een kill kreeg. Want nu moet ik nog een kill maken met mijn RPG. Haat ik ook gewoon altijd in die Party Gamers Live. Maar het is wel natuurlijk gewoon leuk om te spelen. Soms word ik wel een beetje boos in gun game als ik bijvoorbeeld geen melee wordt. Maar verder is wel echt gewoon één leuke Party Game Mode Live om te spelen. En bij aflevering 50 zal ik waarschijnlijk gewoon de 5 of 4 One in the Chamber games achter elkaar doen. Of dan zal ik wel gewoon Sharpshooter achter elkaar doen. Ik ga het gewoon een beetje afwisselen. Steeds bij elke 25 aflevering ga ik dus gewoon een speciale aflevering doen. En ik wil mijn final kill hebben. Ik wil mijn final kill hebben, want anders duurt het te lang. Dankjewel jongens. 21-7 was het eerste potje. Het was natuurlijk het inkom potje. Ik ga de pre-game lobby's er wel eventjes tussen uitknippen. Want dat slaat natuurlijk nergens op als ik dat erin laat zitten. Zit ik 60 seconden in zo'n room te wachten. Vliegt de room weer uit, moet ik weer wachten. Dus dat knip ik er eventjes tussenuit. Hier rond de prachtige final killcam met mijn ballistic knife. Ik faal er altijd mee, maar deze keer hadden we hem redelijk snel. Eindscore 26-7 in het eerste game. Ik zie jullie zo meteen weer met de tweede game, jongens. Bye bye. Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij het tweede game van deze speciale Party Gamers Live op mijn kanaal Jurassic Game. We gaan de tweede game spelen op de map Grind en ik ga gewoon proberen een wat betere score te halen dan de vorige keer. Ik ga sowieso gewoon proberen dit game te winnen, want er zit volgens mij een clan in. Kijk maar, OTM. Ovale Titan Masters of zo. Ik weet niet hoe hun naam is. Maar anyway, ze zijn dus redelijk best wel goed. Hoop ik in ieder geval dat we een beetje tegenstand hebben. Want dat vind ik altijd wel leuk. Je hoeft niet bepaald
goede score te halen in Gungame. Als je maar gewoon lekker kan knallen. En als je een beetje tegenstand hebt, vind ik het altijd wel chill. Want dan moet je natuurlijk beter je best doen. Is het moeilijker zo'n gamepje te winnen. Dus ik hoop dat ze een beetje goed zijn. Misschien zijn ze wel echt gewoon bagger slecht. Tot nu toe ga ik best wel lekker. Alleen dan word ik uitgeschakeld. Omdat die Executioner natuurlijk op ongeveer 2 meter afstand gewoon te weinig damage hebt. En dan kan je natuurlijk helemaal niks meer doen met dat wapentje in je handen. En van Close Quarters heeft hij wel 550 damage volgens mij, als ik het goed heb. Of het was 450. Maar daar heb je dus gewoon one shots op. Alleen als je dus op een afstand van 1 of verder staat, dan kan je dus gewoon helemaal niks meer killen. Volgens mij staat er hier weer iemand AFK. Ja, er staat alweer iemand AFK in Gungame. Dan wil ik een headshot krijgen als dat mag op jou. Headshot, dankjewel jongen. Gratis headshot. Ik moet nog steeds 100 headshots halen met dat kutding. En waarom heb hij dan wel gewoon 3 shots op die afstand? Ik krijg 4 hitmarks met de Executioner en hij schiet eventjes en hij krijgt gewoon 2 hitmarks en daarna een kill met de Executioner, terwijl hij op een langere afstand stond dan mij. Soms snap ik dit spel niet helemaal, maar ik zat als laatst ook aan te denken van hoe lang kost het eigenlijk gewoon om zo'n Call of Duty spel te maken? Elk wapen moet apart worden ingesteld. Elk wapen moet apart worden gedesigned. Elke map moet alle bugs uit worden gehaald dat je door de map heen flikkert. Echt, er zit zoveel tijd in volgens mij. Dat is gewoon niet meer normaal. Die vent staat natuurlijk weer AFK. Het is gewoon niet meer normaal hoeveel tijd er volgens mij in zit. Ik zat er gewoon laatst aan te denken van elk wapen is gewoon apart zichzelf. Elk wapen is anders dan een ander wapen. Dus overal moeten we apart iets voor gemaakt. En ik vind het gewoon zo vet als je daarover gaat nadenken. Hoe ze dat gewoon allemaal moeten hebben gedaan om al die wapens apart erin te brengen. Om alles gewoon, die mappen ook, die kleuren zoals je hier kan zien. En holy shit, millimeter scanner doet work. Hij staat hier zo. Dankjewel, millimeter scanner. Komt er een in mijn rug hoor. Ik zag hem staan. Niet mijn knijven. Dankjewel, maat. Maar als je daarover gaat nadenken, dan denk je wel, holy shit, Treyarch heeft wel weer echt gewoon goed zijn ding gedaan. Natuurlijk, Infinity Ward ook gewoon, die maken ook echt prachtige Call of Duty spellen. Maar als je dan verder gaat denken naar bijvoorbeeld Battlefield 3 of zo, moet je nagaan hoeveel tijd daar wel niet in zit, jongen. Die graphics op dat spel zijn echt enorm ziek, ziek mooi. En dan moeten ze allemaal dus gewoon apart gaan maken. En ik zelf ben best wel into that sort stuff. Ik wist het Nederlandse woord niet meer, dus ik zag het gezegd maar in het Engels. En ik vind het dus best wel vet als je daarover gaat nadenken. En shit, ik loop weer vast bij die sniper. Ik krijg nog een hitmarker ook. Dankjewel, jongen. Maar er staat de hele tijd één ventje AFK. En ik vind het best wel irritant als iemand AFK gaat staan. Ik kreeg vorige keer ook een reactie op mijn video van Jan. Wat betekent AFK nou eigenlijk? Maar AFK is gewoon een Engels woord. Het is een Engelse afkorting. En staat voor Away From Keyboard. En dat betekent dus dat je niet aan het spelen bent. En ik dacht dat die vent ook AFK stond. En opeens begon hij op me te knallen. Dat vind ik nu niet zo leuk. Kijk, dit is dus AFK. Away From Keyboard. Hij kan niet bewegen. Alleen op de PlayStation en Xbox klopt dat natuurlijk niet helemaal. AFK, want het is niet AFK, maar het is Away From C Controller, AFC of zo. Niet KFC, maar AFC, Away From Controller. Dus je moet het op de PlayStation gewoon iets anders noemen dan als je op de computer speelt. Maar iedereen noemt het gewoon AFK, dus Away From Keyboard. Dus dat is eventjes een tussendoortje tussendoor. Voor de mensen die dat nog niet wisten, dankjewel voor de stuk. Nee, dank niet. Shit man, ik had hem gestukt. Pakt iemand weer mijn kill af. Dat gebeurt zo vaak bij die crossbar. Dan stuk je iemand, komt iemand anders aan en schiet 1 kogel en heb hij gewoon de kill. We hebben volgens mij weer precies dezelfde eindscore als het allereerste gamepje. 20 om 7 is het tweede gamepje, maar eindscore. We moeten gewoon eventjes iets beter ons best gaan doen. We speelden nu natuurlijk tegen best wel wat betere enemies. Tegen die OTM, ovale titanmasters. Dus jongens, allemaal bedankt voor het kijken naar de tweede game. We gaan de derde game ook gewoon meteen weer erachteraan plakken. Want de pre-game lobby clip ik er natuurlijk uit. Dus tot zometeen jongens bij de derde game. Peace. Bye bye, weet ik veel. Yo mensen, Jurassic hier en wak bij het derde game van deze speciale Party Gamers Live op mijn kanaal Jurassic Gamer. We zijn nu in een playing game gepropt, we spelen namelijk Gun Game op de map Hijacked. En ik ga even kijken hoe lang dit game al bezig is. Misschien kunnen we nog winnen, misschien gaan we wel verliezen, maar dat zien we vanzelf als ik klaar ben met laden. Het potje moet gewoon nog beginnen, wat de timing heb ik toch weer. Dan gaan we gewoon op de map Hijacked spelen. Er spant er meteen een naast me en meteen een achter me, dus ik pak die denk ik. Die achter me spant, dat is wel zo handig denk ik, kijk maar. Gaat het werken? Nee, oké, ik moest die voor me pakken. Lekker slim bezig, Jan. Die dead tellen we niet mee, want als de eerste 5 seconden van de game doodgaat, tel ik hem nooit mee, want dat vind ik niet zo eerlijk, want dan spannen ze gewoon naast je en dan, ja, die tel ik nooit mee. Vage deaths tel ik eigenlijk nooit mee bij kill dead. Als ik bijvoorbeeld doodga, dat ik van de map of zo afflikker, dan tel ik hem ook nooit mee bij mijn eindscore en zeg gewoon, ja, telt niet, ik ga gewoon weer door waar ik was gebleven. Maar anyway, wat wou ik nou ook weer zeggen? Ik zat net in de pre-game lobby en ik dacht, oh ja, dat wou ik zeggen. Kijk, meestal als ik Party Game was live speel, dan lul ik natuurlijk gewoon over onderwerpen. En ik concentreer me eigenlijk helemaal niet meer op het spel. Daarom zie je me soms echt gewoon rare dingen doen als ik zo'n Party Game was live opneem. Of zie je me rare dingen doen als ik een live commentary aan het opnemen ben. Ik ben weer over een onderwerp aan het praten. Want ik probeer altijd wel een beetje zo'n live commentary gewoon over een onderwerp te praten. Een beetje jullie te blijven boeien bij een live commentary. Want sommige mensen die spelen dus gewoon en dan commentaten ze tegelijk of dan praten ze tegelijk en dan spelen ze alleen maar van, oh shit, er loopt iemand achter me. Oké, ik heb de kill. Dan gaan we nu doorlopen. Oké, er staat iemand voor me. Shit, ik ben dood. En ik probeer dus een beetje sfeer erin te brengen, een beetje een onderwerp erin te brengen. En ik heb jullie
mening eigenlijk nodig. Vinden jullie dat leuker om naar te luisteren? Of moet ik echt gewoon interactief met het game zelf blijven lullen? Zei het, oh shit, er staat er een achter me. Oh shit, er staat er een voor me. Ik heb een kill. Oh ja, yeah, M27. Gaan we door naar een M81. Of moet ik zo praten? Laat het even weten in de comments. En dan kan ik dus bijvoorbeeld een keertje iets anders gaan opnemen. Of dan ga ik Inside the Mind of Jaraski doen. Zoals XJazz ook altijd deed op zijn kanaal. Dat ik gewoon ga vertellen waarom ik bepaalde beslissingen neem in een bepaald game. Dat vind ik natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Want ik kan gewoon nonstop blijven lullen als ik zo'n live compleetje opneem. Ik win gun game eigenlijk wel altijd. Dus ik hoef me ook niet zo erg te concentreren als ik dit soort dingen speel. Gewoon een beetje de spans controleren. Gewoon een beetje in beweging blijven. En je kan eigenlijk dit game gewoon niet verliezen. Dus ik zelf kan gewoon de hele tijd non-stop door blijven lullen. Maar andere mensen kunnen dat misschien niet. Ik heb mezelf ook gewoon aangeleerd. Dat als ik bijvoorbeeld in een party zit met Jordy Nice of zo, dan lul ik ook gewoon echt non-stop tegen hem. En dan zit ik ook helemaal niet op te letten. En opeens staat er zo nuclear. En dan denk ik van, jee, nuclear. Maar ik praat altijd gewoon non-stop door. Ik vind het leuk om non-stop door te praten. En er staat weer iemand AFK. Dankjewel voor de free kill, maat. En er staat er eentje achter. Kunnen we die ook killen? Oh shit, spant er nu een naast me. En ik vind het dus altijd kicken, gewoon doorlullen. En je ziet vanzelf wel wat je eindscore is. En mocht je nou echt gewoon kapot slecht gaan, dan komt het dus gewoon omdat je niet zit te concentreren. Wat we nu ook weer gaan, want ik heb nu alweer 6 deaths. En dat komt omdat ik me nu echt totaal niet aan het concentreren ben. Ik ben veel te hyper om eigenlijk Call of Duty te gaan spelen. En dankjewel voor de kill, maat. En als je hyper bent, dan moet je eigenlijk gewoon Call of Duty niet gaan spelen. Holy shit, die staat opeens achter me. Lekkere span, man. Het is ook nog echt super warm op mijn kamer. Natuurlijk was het eerst echt gewoon heel koud op Nederland. En toen opeens werd het wat warmer. Toen opeens ging het keihard waaien. Toen was het eigenlijk het warmer weer weg. En toen werd het weer warmer. Toen werd het weer koud. En nu is het gewoon lekker weer. Een beetje windje erbij. Lekker warm. Volgens mij 18 graden of zo is het op het moment. Dus ik vind het best wel lekker. Ik zelf moet eigenlijk zo meteen even mijn raam openzetten. Maar als ik commentate, zet ik nooit mijn raam open. Want dat slaat natuurlijk nergens op. Dan lopen er mensen langs. En dan denken ze ook, wat zit die Jan er weer allemaal te praten tegen zichzelf? Dus dat slaat nergens op. Ik zet mijn raam altijd op een kiertje of gewoon helemaal dicht. Want anders horen ze me allemaal praten. En nu staat hij helemaal dicht. En het wordt dus best wel warm op mijn kamer. Want ik ben nu al 15 minuten aan het opnemen. Omdat ik alles achter elkaar moet opnemen. En shit man, die vent spreekt gewoon dwars door die muren heen. En jij loopt met de smal. Kut. Ik haat die crossbow. Hitmarker. Ik haat die crossbow. Kom aan. Ik wil die kill. Nee, weer een. Wat heb ik nou gesniped? Door een andere sniper. Ik wil helemaal niet gesniped worden. Snipers zijn best wel in het voordeel op dit spel. Omdat je gewoon lekker voor je. Omdat je gewoon heel chill kan hardscopen en je hebt natuurlijk bijna nooit een hitmark als je bijvoorbeeld met de DSR speelt. Als je nou met de Ballista of met de SVU speelt, dan krijg je nog wel echt heel vaak hitmarks. Maar anders heb je het bijna nooit en dan kan je dus gewoon heel chill spelen. Ik wil een headshot. Yes, headshot! Woo! Headshot met de Ballista. Oké, derde game was echt gewoon een faal score. Maar ik ga het gewoon allemaal achter elkaar opnemen en ik ga niet proberen een goede score voor jullie neer te zetten. Want dat doe ik nooit. Ik neem altijd gewoon in één keer op en ik zie wel waar het schip stand. Soms ga ik goed, soms ga ik echt bagger slecht. Maar dan upload ik het ook gewoon bij zo'n live complay. Bedankt voor het kijken naar de derde game. Ik zie jullie zo meteen weer bij het vierde en laatste game, jongens. Dat tot zo meteen. Yo mensen, Jaraski hier en wacht bij het allerlaaste Party Gamers live hier op mijn kanaal Jaraski Game. We zijn aangebroken bij het vierde en dus laatste game. We gaan zo te zien op de map Stendel spelen. We gaan natuurlijk dit game wel eventjes proberen serieus te spelen. Want die andere drie games die hebben we gewoon niet serieus gespeeld. Even kijken waar ze spannen. Druk op de startknop. Ik ben zo te zien de host, want er is nog niemand gespand. Even kijken, eentje voor me en waarschijnlijk eentje achter me. We pakken gewoon diegene die voor me staat. Staat achter die tractor dat je daar kan zien. Dus we gaan gewoon even hier het klitje achter dit tonnetje. Dan moet hij als het goed is om me afkomen. Dankjewel jongen dat je om me af komt rennen. Komt er waarschijnlijk hier nog een om me afrennen. Ja hoor, kijk, daar komt hij. Doen ze altijd. Achter je, achter je. Ah, shit. We hebben hem wel, we hebben hem wel. Ik weet niet hoe ik hem had, maar we hebben hem wel. Dat is wel mooi meegenomen dat we die vent hadden. Ik dacht eventjes dat ik hem niet had, maar deze vent die staat hier echt gewoon raar te doen. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Maar we gaan ons even concentreren. Dit allerlaatste party game op het lijfje. Weer gun game natuurlijk, want we deden vier gun games achter elkaar. En dan spant er nu weer eentje naast me. Lekkere spans, jongen. Echt top gewoon weer. Jij hebt een M12-6 in je hand. En dat vind ik niet leuk als je om me af komt rennen, jongen. Want dan kill je me namelijk. Dus dat ga je dus mooi eventjes niet doen. En jij hebt K40's, dankjewel. Je moet altijd gewoon goed luisteren. Als je ziet dat iemand K40's in de hand hebt, hou er gewoon eventjes afstand. Als je hoort dat iemand een Scorpion in zijn hand heeft, weet dan dat hij gewoon je kaart gaat neerlopen sprayen. Dus altijd gewoon eventjes luisteren. Welk wapen heeft hij in zijn hand? Altijd eventjes kijken welk wapen die heeft hij in zijn hand. Want je kan het heel vaak ook gewoon zien welk wapen die in zijn hand heeft. Kijk, nu zag ik bijvoorbeeld dat hij de K40 in zijn hand heeft. Gewoon blijven opletten. En dan zie je het vanzelf. En dan haal je het dus ook minder deaths als je zo blijft opletten. En we blijven hier gewoon eventjes binnen staan. Ze blijven maar om me afrennen, joh. Wat is dit? Ga ze niet om me afrennen de hele tijd. Kijk, ik vind het niet erg, weet je, als ze om me af blijven rennen. Maar het is natuurlijk niet zo leuk als ik hier gewoon de hele tijd blijf staan. Dan ben ik nu het wel aan het doen, omdat ze gewoon non-stop naar me toe komen rennen. En dan kan ik nu gewoon niet weg. Kijk, er komt er weer een aan. Als ik nu wegloop, als ik hier nu naar buiten loop, ga ik dood. Maar als ik via de andere ingang, zeg maar, ook wegliep, dan was ik ook dood gegaan. Dus dit was gewoon een irritante situatie waar ik me niet zelf uit kon helpen. Ik kon natuurlijk nergens heen lopen, want dan knallen ze me gewoon echt dwars door mijn pisvlak heen. Dus ik moest gewoon eventjes daar blijven campen. Soms moet dat gewoon eventjes in een game. En hardscopen, dat kan ik niet. Kijk maar. Oh jawel. Oké, toch. Ik kan wel hardscopen. Gelukkig. Goed. Ik dacht even dat ik niet kon hardscopen. Oké, dankjewel. Nog een hardscope erbij. Loop er hier nog even voor me. Hup, toink. Lekker voor je, jongen. Het was weer pisvlek. En dan pakken we die laatste ook nog. Hup,
Doink. Oké, kut een hitmark. Kut, nu komt hij achter me aan met een 11-12-16. En we hebben hem niet. Maakt niet uit. We gaan super snel dit potje. Het derde potje. Ik concentreer me nu ook gewoon. Want ik praat niet over een onderwerp. En ik ben me dus echt gewoon kapot hard aan het concentreren. Hoppatee. Gun promotion pakken we. De laatste kill nu met mijn ballistic. En dan zit het gamepje er alweer op. Kijk, als ik me dus concentreer, gebeurt dit in de gun game. En dan kan ik gewoon niet over een onderwerp praten. Dan praat ik dus alleen maar over het spel zelf. En dan gebeurt dit. Dan win ik. Nou ja, hoe lang zijn we nu bezig? 3 minuten. Dan win ik binnen de 3 minuten. En dan heb ik dus gewoon het potje gewonnen. Ook gewoon in één keer met een ballistic 9 kill. Dus dit gebeurt dus als ik me ga concentreren en niet over random onderwerpen ga praten in zo'n live compleetje. Maar de speciale aflevering van deze Party Gamers Live zit er hier op voor jullie jongens. Dus mocht je deze speciale aflevering nou leuk hebben gevonden, ik weet niet hoe lang die heeft geduurd. Volgens mij, als ik op mijn schermpje kijk, ongeveer 15 minuutjes. Geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Mocht je nou meer van dit soort lange afleveringen willen zien, laat dan weten in de reacties. Luister ze allemaal nog een keertje na, mocht je iets gemist hebben. En dan wil ik jullie gewoon bedanken voor het kijken jongens. Als we 1000 likes op deze video kunnen halen, ben ik weer ontzettend blij. En wat is dit nou weer? Een nieuwe retitle. Wat heb ik daar nu weer aan? Oké, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.